Goedemorgen, dit is het weerbericht van 24 maart. Mijn naam is Leon Saris van Weerplaza. Er is op wat sluibewolking na, is het zonnig. En dat zien we ook in de ochtendtemperaturen, die zijn vrij laag na een koude nacht. De zon die houden we de hele dag eigenlijk aan. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar een graad of 11 en blijft het dus ook zonnig. Er staat een matige zuidoostenwind en die kan vrij fris aanpoelen. Op sommige open gebieden kan deze wind vrij krachtig zijn. Vannacht koelt het weer af en gaat het op veel plaatsen licht vriezen. Er staat iets minder wind. Morgen verloopt nagenoeg gelijk als vandaag. Er staat iets minder wind, waardoor het wel prettig aanvoelt. De maxima die liggen morgen rond 11 graden. De komende dagen blijft het zonnig, eigenlijk tot en met vrijdag. Dan neemt de bewolking weer wat toe, waardoor dit weekend overwegend bewolkt verloopt. De temperatuur in de nacht blijft dan boven het vriespunt. En de wind die draait wat naar het noorden. Fijne dag!